Moet ik korting geven? Liefst niet natuurlijk. Je weet wat de waarde is van je product, je weet wat je kan leveren, dus liefst geen korting geven. Als ze het u toch vragen, en je hebt er altijd wel ene die het gaat vragen, dan moet je eigenlijk gaan afvragen van, is het waard om korting te geven? Kan ik iets terugkrijgen? Of je kan ze gaan counteren, dat is een techniek waarbij je kan zeggen, ja, ik kan helaas geen korting geven, maar ik kan wel de prijs verhogen. Daardoor brengen ze uit balans, gaan ze nadenken over de vraag en gaan ze eigenlijk aan denken, ja, ik kan het toch niet gaan doen. Het is een hele leuke techniek, moet je wel een paar keer oefenen, maar werkt zeer, zeer goed. Vergeet niet, op het einde van de dag is iedereen op zoek naar een goede deal, dus jij moet ook wel zorgen dat je een klein beetje kan manoeuvreren. Nu, ik heb ooit een YouTube-video gemaakt waarbij ik Rudy Peters, die toen de CIO van KWC was, interviewde en ik zei, hoe moet je omgaan met hele grote procurement diensten? En hij zei, als je zeker bent van je waarde, zeker geen korting.